Tapcorn. Tapcorn. Moedekoek. Ja, moedekoek. Want het gebeurde in die dagen dat er een keizer zat te klagen, omdat hij helemaal niet wist hoeveel geld heb ik in mijn schatkist. Ik weet niet, was burgemeester en Augustus was de keizer. En als hij op mijn moorden let, wordt je vanzelf wijzer. Want die keizer wilde zijn volkje tellen, maar omdat hij niet kon bellen, zei hij tegen iedereen: haal je maar een DigiD, dan kan ik je onderdrukken en helemaal kaal plukken. Maar omdat Jozef niet van hier was en een import en een Jood was, moest hij van Galilea kriskras door Judea naar de stad van David. Maar hij zei: dat gaat niet, want mijn verloofde krijgt een kind. Ik weet niet wat ik daarvan vind, ik begrijp er echt geen Jood van. Ik heb toch niks gedaan, man. Nee, ik heb echt niks gedaan, man. Ik heb echt niks gedaan, man. De sukkelaar ben niet eens de ooievaar. Er schijnt een engel te zijn gekomen die haar in haar dromen, ja zo had het gerucht, maagdelijk heeft bevrucht. Toch gaat het gebeuren dat zij zal gaan baren, en ik ben weer de lutser die die klus mag klaren. En pensionen waren alle volgeboekt. Maar Maria moest bevallen, ik zag op haar een moederkoek. Dan maar in een schuur, Maria vond het best. Liever bij de beesten dan in zo'n bed en breakfast. Want bevallen doe ik het liefst, alleen geen pottenkijkers om mij heen. Maar ze was me net bevallen, of ze kwamen met z'n allen. Want de herdertjes die lagen te rusten in de nacht. Ze telden alle schapen en hielden daar de wacht. Ze werden wakker van een geest, waren er nooit zo bang geweest. De stoere jongens sloegen dicht en overal was led licht. Maar de engel sprak vrees niet, want ik ken een lied. Het gaat eren, zei God, er ligt een baby in het trot. Ga er heen, kniel neer, want het is onze lieve Heer. Er is een kind geboren, hier buiten in een kribbe dus. Er zingen engelen koren van de Jezus Christus, dus. Van de Jezus Christus, dus.